Oh, wie? Precies. Zo moet dat daar in kunnen. Ja, ja, het gaat wel. Ja, maar dat kan wel dicht, hè. Ja, dat kan, het komt erover, hè. Het komt erover, hè. Ja. En hij wordt dan nog dicht gestudeerd, hè. Ja. En dat is de reliquie van Sint-Martinus, die we erbij gaan plaatsen. Ja, die moet er nog bij. Van Breten? Ja. 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 Net, ja. Nee? Ja, ja. Die had er juist in. Die had er juist in. Zo moet dat. Voilà. Dat is serieus. Dat is het kostbaarste. Namens de kerkfabriek Sint-Martinus van Westmalle heet ik jullie allemaal van harte welkom. Met dank aan de talrijke vertegenwoordiging van het gemeentebestuur. Harry in de eerste plaats als burgemeester, Sanne als toekomstige burgemeester, mag ik dan toch zeggen. Wouter, Elisabeth, welkom. Wim, Jannik, ik hoop dat niemand vergeten ben van het gemeentebestuur. Welkom allemaal. Ook welkom aan de mensen van de heerkundige gemeente. Die zijn talrijk vertegenwoordigd. Ik denk dat het belangrijk is voor jullie, voor ons, een beetje naar de toekomst toe. Dat jullie aanwezig zijn. Vandaag gaan wij het kruis terugplaatsen eigenlijk. Dat wordt definitief geplaatst vandaag. Als een bol en een haan wordt er vandaag pro forma opgezet. Waarom pro forma? Ik vernam juist ook van de firma die daar ervaring mee heeft dat men te veel bang heeft als een stelling blijft staan dat een haan en een bol morgen verdwenen zou zijn. Dus ze hebben er ervaring mee dat ze regelmatig gepikt worden. Dus we gaan het niet zelf pro forma opzetten, neemt weer terug af. En als de stelling afgebroken wordt, dan blijft eigenlijk een bol en de naam staan. Ja. In die bol wordt een lode koper gestoken met een tekst en een reliquie van de parochie. Onze pastoor gaat zelfs die tekst even voorlezen eigenlijk. Hè. Ik wil van deze gelegenheid nog even gebruik maken om onze erevoorzitter Thierry van de Straten van Jet toch te bedanken voor al het werk dat hem geleverd heeft voor de kerk. Want Thierry volgt wekelijks de werkvergaderingen en staat heel goed bij de werking. Dus van onze kant, merci Thierry. Een beetje uitleg bij de symboliek die op dat kruis komt. Je hebt natuurlijk het kruis, je hebt een haan en zoals men zegt de bol. Maar dat is een beetje algemeen, want dat heeft een veel rijkere betekenis. Het kruis op de kerktoren verwijst natuurlijk naar het sacraal karakter van deze kerk. En toont ons zijn religieuze betekenis. De tempel van de Heer, de woonstede van God onder de mensen. Eigenlijk een plaats, een ruimte tot ontmoeting, waar mensen in rust en sereniteit kunnen bidden of met gejubel en gezangen de Heer kunnen bezingen. Een plaats van ontmoeting, van stilte, van rust en van vrede. Het kruis ligt nu nog op de camion, de lengte van de camion ongeveer. Even gaan we dat zien herrijzen. Het troont eigenlijk boven het huis. En het verwijst voor ons naar de gekruisigde die zijn leven gaf opdat wij zouden leven. Het kruis dat eigenlijk in onze betekenis een levensboom wordt. Het is de kern van het christelijke evangelie. Jezus sterft voor de zonde van de mensen en verlost ze zo van deze zonde. Reeds in de oudheid plaatste men deze symbolen overal. Symbolen van een bol, van een kruis, van een haan. Het kon ook een ooievaar zijn, het kon ook een paard zijn, het kon een schip zijn, het kon allerlei symbolen zijn die gebruikt werden om op de torenspitsen van huizen en gebouwen te zetten. Ze waren er vooral om ook de boze geesten af te weren. En de christenen gaven er dan bij de kersteling ook hun betekenis aan. En zo verwijst de haan al naar de verloochening van Petrus. Dat vinden we in de evangelies terug. Voordat de haan tweemaal kraait,
zul jij mij driemaal verloochend hebben, staat er in de schrift. Eigenlijk een oproep om trouw te blijven aan het geloof. De haan verdedigt anderzijds ook zijn kippen. En hopelijk behoedt die haan ook ons voor allerlei soorten gevaren. De bol die dan onderaan komt aan het kruis, dat is het onderste symbool, is van oudsher een heidensymbool. De kwade geesten zijn bang voor spiegels en voor glanzende voorwerpen. Vandaar ook al dat goud gaat op deze symboliek. En daarom krijgen de bollen ook glanzende kleuren. Onze kerstballen, die we misschien beter kennen, zijn er niet vreemd aan. Waarom werd nu een christelijk symbool? Dat is wel niet zo duidelijk, maar het zou kunnen verwijzen naar de zondeval. En dan duidt die bol op de appel van het aardsparadijs. De ambachtelijke smid van de firma Van Looy vertelde ons ook dat het verwijst naar brood. Nog een rijkere symboliek voor het volk dat in de kerk Eucharistie viert en deelgenoot mag zijn aan de tafel van de Heer, aan de tafel van delen. Zo geven een beetje duiding aan kruis, aan de bol en aan de haan. En we willen deze symboliek dan ook even inwijden of zegenen. We zullen zelfs bij het kruis, eens dat het naar boven komt, nog wel even een zegening doen. Dank u, Maria, die even voor ons de gekende palmkwispel is gaan halen. En de palm is ook in onze christelijke kerken altijd een symbool geweest van de overwinning. Ook een stukje martelaarschap dat daar ook bij zit bij al het werk dat hier moet gebeuren. Mag je dan even bidden? Heer Jezus, laat uw zegen rusten over het kruis dat wij zelfs boven op de kerk gaan aanbrengen. Laat alle die ermee getekend zijn bij uw doopsel ook opkijken naar dit kruis. Dat het ons mogen oproepen in Jezus voetspoor ons leven te richten naar onze medemens en alle die gij ons hebt toevertrouwd. Dat het ons oriënteert naar binnen, naar het hart van uw boodschap en ons helpt te doen opstaan uit pijn, verdriet, onmacht en kwetsbaarheid, zodat wij als echte leerlingen van Jezus elkaar ontmoeten in liefde en elkaar leven geven doorheen verbondenheid, doorheen broederlijkheid en solidariteit. God van leven wil dan dit kruis zo duidelijk ook zegenen, heiligen en wijden, onder aanroeping van de heilige Martinus, de patroonheilige van deze kerk. En wiens reliquie wij ook zullen aanbrengen in de koker en die dan op de plaats krijgt in die bol. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, amen. Op naar dat kruis toe. Alsjeblieft, de tekst die we in de koker steken, zo perkament, ook geplastifieerd, dat wordt nog dichtgesmeed. Maar hij zit er al in. We hebben het gezien hoe we hem daar hebben ingekrold en de reliquie gaat er ook bij in. De tekst die we daar hebben bij opgezet leek door sommigen nogal bombastisch als ik hem zo eens voorlegde, maar ik wil hem toch ook eventjes lezen. Anno Domino of Anno Domini in 2021, in dit jaar, in de 14e maand van het coronavirus, dat het coronavirus woekerde over de hele aarde, coronapandemie, werden de meest noodzakelijke herstellingen uit het restauratiedossier van de Sint-Martinuskerk in de Westmallen, dat al meer dan 18 jaar aansleepte, met de nog beperkte en bekrompen beschikbare geldmiddelen opgestart en uitgevoerd. Op 31 mei, vandaag dus, 21, werd het gerestaureerde kruis met een aardbol, brood of appel genoemd, en de haan op de spits van de toren geplaatst. We hebben net gehoord dat het even om aan te passen is en om andere redenen later definitief zal bevestigd worden. Mogen deze haan niet alleen meteorologisch de windrichting aanduiden, maar alle die zich onder het kruis plaatsen
blijvend oproepen en wakker houden. Om de diepe levenshonger naar vrede en geluk vanuit Gods woord te leven, dat zich in Jezus openbaarde, niet te verloochenen, maar ervan te getuigen vooraleer de haan kraait. Dat deze symbolen van kruis, brood en haan ons oproepen onder het kruis ware leerlingen van Jezus te zijn. Trouw in geloof en gebed om Jezus' liefde hier en nu zichtbaar te maken. Westmalle, 31 mei 2021. Met daarbij de opdrachtgever, gemeentebestuur van Malle, de aannemer, de algemene restauratiewerken van Van Looy en compagnie uit Herselt, met de naam van de architecten Charlien van Erk van Laar van Erk en het college van burgemeester en schepenen, wiens namen we hier hebben opgezet, als mede ook de kerkraad met voorzitter en erevoorzitter van de Sint-Martinus-parochie. Dat voor vandaag bij het officiële aanbrengen van dat gemos. Van hieruit kun je perfect zien hoe dat de twee uiteinden van het kruis volledig afgewerkt zijn. En dat is toch op andere wijze met in de smissen en met koks warm gemaakt en dan die ijzers omgeplooid. In het parochieblad van vorige week, of de week ervoor, staat het beeld van de smissen ook in. Ik heb dat gebruikt bij het beeld van Pinksteren, het vuur. Ja, ja, zo, ja, mooi teken zijn van ons Christen zijn, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Dat we deze papieren opzij. Thank you.
eruit tegen dat ze klaar zijn. Ah, oh, shit. Dat is een schoon werk, ja. Dat is wel werk, heel ja. Ferm schoon, hè. Ja, 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 ja. Ik vind het vroeg zo'n kleur, vind ik goed. Ja, ja, ja. Zoals dat is stil. Ja, heel ferm. Ja. Ja. Dat wilde jij pakken, ja. Genieten, Golibar, nu nog? Genieten. Ja, eerlijk gezegd, dat is gewoon weer wel, maar dat is niet veel dat het gewoon weer is. Nee, nee, dat nee, 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 nee. Maar moeten wij nu toch op de ladder? Ja, maar Sanne, het is wel een ladder, ja. Dat is veel hoger. Gaat die een bol, doe dat gat zo? Ja. Nu gaan we die plotsen. Ja. Die komt hier. Ah ja. Droom. En dan gaan we de naald pakken. Daar gaat het. Houd hem zo. De rond zet nog, hè? Het ding zit erbij in. Ah, zo. Wacht, hè. Doe het een stoel goed. Wacht, hè. Stef, heb jij de die kant vast? Doos. Houd hem vast, hè. Je moet een beetje draaien, denk ik. Ja, vast. Vast, hè. Die hangt. Ja. Lekker figuren. Nee. Oh, oh. Ik ga nog een dikke zin op het doen. Ja. Het is niet van mij, want het is voor die jongens zelf. Ja, dat is voor die mannen zelf. Alles is beveiligd, rangen gesloten het dus. Als ze dan doorgaan. Eigenlijk, je breekt echt in. Ja. Hier zet ik... Oh my god. Heb je de foto's van de voren? Van de haan? Nee, nee, ik ben hier helemaal naar boven. Ik moet gaan. Ik moet dan eerst kijken. Doe die haan. Doe dat. Ja,
Ja, dat is het.